leuk dat jullie zijn. Welkom. Ik maak voor mezelf even een koffietje. Willen jullie ook een bakkie? Ik woon hier met mijn vriend Diego en onze dochter Lua. En binnenkort ook nog een tweede opkomst. We wonen hier nu weer een halfjaartje, maar we hebben hiervoor ook al een hele lange tijd hier gewoond. Na 3 jaar verbouwingen was het eindelijk tijd om weer terug te gaan. Nou, eerst even lekker koffie hoor. Ik denk dat de koffie wel een belangrijk ontspanningsmomentje is. Even zo tussen werk door. Even een momentje van bijkomen. Even nadenken. Wat moet ik allemaal doen? Wat staat er nog meer op de to-do-list? Ik vind het heerlijk om wakker te worden met een gemaakt koffietje door mijn vriend. En dan het liefst een latte. Dus ik moet wel zeggen dat het bij ons tijdens werk best wel een chaos kan zijn. Maar thuis is het eigenlijk altijd best wel rust. Lua wordt heel vroeg 's ochtends wakker, dus we hebben al de hele ochtend de tijd om rustig uitgebreid met elkaar te ontbijten, te douchen, het aan te kleden. Daardoor hebben we gewoon een hele lange ochtend en is het helemaal niet zo hectisch 's ochtends. Ik denk als daar die tweede erbij is, dat het dan helemaal verandert. Maar voor nu is het best wel, thuis altijd best wel ontspannen. Ja, dat zou je bijna wel denken, maar nu het eenmaal voorbij is, mis ik het dus wel soms wel eens. Ja, we blijven onze hele leven in Amsterdam wonen. Ik denk eigenlijk niet dat ik heel veel dingen anders had gedaan. Misschien qua verbouwing dat we het iets beter hadden gepland, waardoor het niet zo lang had geduurd. Maar achteraf was dat het eigenlijk ook allemaal wel echt waard. Ik denk dat moederschap wel echt te combineren is met werk, maar ik zou niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. We hebben zeker hulp van familie, vriendinnen, hele leuke oppassen. Maar ja, het is wel af en toe even chaos en plannen. En vooral een vriend in de horeca die ook 's avonds werkt, is het ook wel eens dat je denkt van oké, hoe gaan we deze week weer indelen? Ik trakteer mezelf het liefst met een koffie to go als ik lekker een wandelingetje ga maken. Sinds kort ben ik wel echt dol op een ijslatte met een beetje gember, kurkuma en honing. Ik denk dat ik ervoor zorg om die momentjes te pakken dat dat voornamelijk door mijn vriendinnen en door mijn vriend komt. Die dan zegt, ga een uurtje later naar kantoor, doen we even ergens samen ontbijten nadat we Lua naar school hebben gebracht. Dus dat ik daar meer door geforceerd word door mijn omgeving, dat ik ze echt zelf pak. Waar ik wel echt van droom is nog een keer een hele mooie reis met mijn hele familie te maken. Dus ook inclusief opa's en oma's en gewoon echt met z'n allen. Nou, ik hoop vooral dat ze echt iets gaat doen waar ze gelukkig van wordt. Waar ze, net als ik, dat ik gewoon met plezier naar mijn werk ga. Nou, wie weet. Eerst wel even afwachten hoe dit allemaal gaat en of we het allemaal redden. Dat klinkt een beetje overdreven. Maar laten we eerst maar even kijken hoe dit allemaal gaat. Ja. Nou, ik moet zeggen, nu Lua wat ouder is, is het wel wat makkelijker om de ballen in de lucht te houden. Omdat, zij gaat gewoon naar school. Ik heb mijn kantoorwerk. Mijn vriend heeft zijn werk. Ik denk wel dadelijk als die tweede opkomst is, dat het allemaal wat ingewikkelder gaat worden. En dat het weer echt helemaal opnieuw beginnen is. Maar ergens is dat ook wel een leuke uitdaging. Ik heb zeker wel eens een schuldgevoel. Ik zou er natuurlijk het liefst iedere dag van school willen halen. Maar dat gaat gewoon niet met werk. We proberen wel dat zoveel mogelijk te doen. Maar ja, wat niet lukt, dat lukt niet. Ik zou niet zeggen dat ik echt een lijfstruk heb. Maar als ik dan iets zou moeten noemen, dan zou het zijn, ga met die banaan. Nou, genoeg gekletst. Ik moet weer aan de bak. Eruit jullie.